Volgens bewoner van het eerste uur Frank Meijers moet er nu snel actie worden ondernomen. Vooral de wegen zijn een groot probleem. De taak die bij de bewoners is gelegd om zichzelf te verenigen, om een weg aan te leggen en te beheren, die is enorm. En dat heeft denk ik niemand voorzien. Maar nu we ermee bezig zijn, wordt gewoon duidelijk dat eigenlijk is te veel gevraagd voor de burger. Wat de gemeente hier wil van de bewoners is te veel. Het wordt duidelijk dat het voor de gemeente niet mogelijk is om zoveel uit handen te geven en het op zijn beloop te laten. Aan de ene kant wil de gemeente goedkeuren hoe wij doen. Aan de andere kant zijn wij dan wel weer verantwoordelijk. En in de Wegenverkeerswet staat dat zij het ook zijn. Nou kun je eigenlijk helemaal niet meer precies zeggen wie werkelijk verantwoordelijk is. Want wij hebben het aangelegd, maar ja, volgens tekeningen die zij goed vonden. In de Wegenverkeerswet staat dat zij het zijn. En zij zeggen volgens dat wij het zelf weer moeten doen. Onduidelijkheid alom dus. Dat speelt ook op het gebied van afvalinzameling. Na veel strubbelingen haalt de gemeente het afval nu op, maar die wil eigenlijk dat de bewoners het zelf regelen. Als je als bewoner zelf moet gaan zorgen voor het afvoer van je afval, dan moet je dus gaan onderhandelen met partijen. Maar je hebt amper marktmacht, zal ik maar zeggen. Je bent klein, je betaalt dus altijd de hoofdprijs. Plus dat mensen die gesprekken moeten gaan voeren die daar helemaal geen ervaring en verstand van hebben wellicht. Althans, het zou toeval zijn als er toevallig iemand hier woont die daar handig in is. En daarnaast, het betreft belangen van onszelf, maar de mensen daarachter hebben andere belangen dan de mensen hiervoor. Mensen die zelf alles vercomposteren, die hebben weer andere belangen dan die dat niet doen. Dus we zitten ook intern met heel veel verschillen van meningen en daar moeten we dan toch uitkomen. Nou, dat leidt weer tot heel veel praatclipjes, avonden die eraan gaan en noem maar op. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen zegt van nou, wij betalen die bijdrage wel aan de gemeente en dan kunnen zij lekker dat vuil ophalen zoals bij iedereen in Nederland. Een ander groot probleem waar de gemeente tegenaan loopt zijn de voorzieningen. De grondprijs is laag omdat bewoners veel zelf moeten doen. Het concept spreekt aan en de verkoop gaat snel. Uit de brief blijkt dat er daarom binnen 2,5 jaar voorzieningen zoals een school moeten staan. Maar dat is niet meer haalbaar. Ja, het is een beetje laat om daarover na te denken eigenlijk. Het Oosterwold is voor het grootste deel ingevuld. Het gaat razendsnel met de verkoop van de kavels. En de kavels worden vooral verkocht aan mensen die er willen wonen. En niemand voelt zich verantwoordelijk om een kavel te kopen. En die denkt van, nou weet je wat, ik ga een bushalte in mijn achtertuin aanleggen. Op een of andere manier heeft niemand daar zin in. En dat geldt in iets mindere mate voor scholen. Ik zie dat er wel initiatieven zijn voor scholen. Maar dat is toch ook niet echt makkelijk in te plannen. Al is het maar omdat je te maken hebt met een heel grote kavel die je daar moet kopen. Want je mag maar 1/8 als vloer gebruiken. Dus wil je 100 vierkante meter school, dat is heel klein, heb je 800 vierkante meter land nodig. Om dat te veranderen zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. De verantwoordelijk wethouder wil geen uitleg geven over de geconstateerde problemen, omdat ze eerst de raad wil spreken. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk.